Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Pure Pool. Deze game speel ik op de PlayStation 4 en ik heb hem gekocht omdat Paul, ChewsNL, die zei tegen mij, joh, dit is een tof spelletje, moet je kopen, het kost maar een tientje of zo. En we hebben al een paar potjes gespeeld, al flink wat potjes gespeeld eigenlijk. Ik dacht dat ik ook muziek aan had staan, ik zal even kijken hoor. Het is een biljartgame, poolen, en het is gewoon super relaxed. Ik zet even een beetje muziek eraan, dat is wel even leuk. En we hebben ook tafelskins. Ik zal even de opties laten zien. Kijk, we hebben allerlei verschillende skins. Daar wordt die tafel een beetje gepimpt van. Even kijken, kunnen we ook gewoon niet zien hoe dat eruit ziet? Ja. Maar dat vind ik nogal druk op zo'n tafel. Is dit subtieler? Ja, wel wat. Wel wat. Maar eerlijk gezegd vind ik gewoon standaard leuker. En je hebt ook qua kleur, je hebt ook nog blauw. Blauw is ook wel een mooie kleur, hè? Lekker fel. Leigrijs. Dit is dus lijngrijs, mensen. Houtskool. Oké. Aqua. Ja, het zijn allemaal hele mooie kleurtjes. Aqua is ook wel mooi. Maar eigenlijk, ja. Nee, aqua, dit vind ik wel een mooie kleur. Aqua. Laten we het daar maar even op houden. Oké. Speelniveau zo laag mogelijk. Speltype kan ik ook nog kiezen. We hebben vier speltypes. US 8 Ball, 9 Ball, Killer en Accumulator. Ik ga even naar de carrière, want daar was ik mee bezig. En ik heb al wat gedaan. Ik heb al een toernooi gespeeld. Maar ik zit in het tweede toernooi. En de computer is bizar goed. Maar dat is niet heel erg. Want het blijft een beetje uitdagend. Ik ga nu Killer spelen. En ik weet eerlijk gezegd niet precies wat het is. Oh ja, hier. Pot elke beurt een bal. Als je mist, dan raak je een leven kwijt. Je bent af als je drie levens kwijt bent. Nou, dat speel ik tegen de computer. In dit geval is de computer Rhys Morgan. Die is niveau 9. Dat ben ik ook. Maar ik vond hem... Ik ben niveau 9 omdat ik tegen Paul heb gespeeld en toch wel best wel geleveld ben. Maar de computer was op level 4 al vreselijk moeilijk. Dus we gaan wel zien hoe dat gaat. Ik mag beginnen, dus ik mag de bal neerleggen. Ja, laat me nog wel wezen, het ziet er echt fantastisch uit. Ja, ik weet dat het technisch gezien niet meer een eerste indruk is, maar ik wil je gewoon even laten zien hoe dit eruit ziet. Vandaar dat ik een eerste indruk video geef. Ik kan ook nog een effect geven. En dan is het... Hop, uithalen. En op de een of andere manier heb ik wat ingedaan? Nee, hè? Nee, dan is Rhys aan de beurt. En het is echt... Wat doet hij nou? Gaat hij tegen zwart? Zwarte paal... Oh, daar krijg je een extra leven voor. Oh, kijk eens aan. Weer wat geleerd. Ja, ik ken dat killer niet. Maar ik ben aan de beurt. Oké. Okay. Dus ik moet gewoon een bal potten. Dus bijvoorbeeld zo. En dan even een beetje effect. Hops, oké. Okay. En mag ik dan nog een keer? Of is hij... Nee, hij is wel steeds. Het is echt ons de beurten. Maar hij heeft een extra leven, dus ik denk dat het nu al... dat het nu waarschijnlijk al niet goed gaat. Maar ja, het maakt niet uit. Ik bedoel, dan verliezen we maar. Even kijken. Kijk, als ik met de linker joystick beweeg, dan gaat hij best snel. Dan hou ik er maar X in gedrukt, dan gaat hij heel secuur. Dus dan kan ik een beetje goed richten, zeg maar zo. En dan vervolgens uithalen. En dan vervolgens mijn witte bal erachteraan gooien. Want zo ben ik. Dus dat betekent dat hij nu 4 levens heeft, ik nog 2... Nou, en wat ik net al zei, Rhys, die was toen hij level 4 was al vreselijk moeilijk te verslaan. Dus nu die, level 9 zal het wel niet veel makkelijker op worden. Nou, hup, die erin. Niet wit erin. Het is niet te geloven. Dat heb ik dan, hè. Maar goed, Paul, die tips bij deze game dus. En Paul die is best goed in biljart. Heeft hij ook heel lang gedaan. Hij had zelfs zijn eigen keu vertelde die mij. Nou, geloof je dit nou? Oké, dit gaan we nog een keer opnieuw doen. Paul die had gewoon zijn eigen keu. Maar op de een of andere manier toen wij dat gingen spelen. Toen heeft Paul ook eventjes de PlayStation 4 optie van livestreamen naar Twitch aangezet. Dus toen kon ik allemaal mensen meekijken. En op de een of andere manier won ik de hele tijd. En dat was natuurlijk, ik wil nu een extra leven. Zo, hopsakee. Wat wel heel leuk was, want we streamden geen stemmen mee met de livestream. En er waren toch nog mannetje of 20, 30 steeds aan het kijken. Rhys, kom op. Gastje erbij. Maar ik heb serieus nog nooit Paul zo tekeer horen gaan. Dus dat vond ik wel erg leuk. Ja, dat gaat niet gebeuren. Even kijken hoor, we doen het zo. Ja, die hulplijntjes kun je natuurlijk wel uitzetten, maar ja, het zit erin, hè. Dan zet ik het niet uit. Maar ik vind het wel prachtig uitzien.
En dan heb ik zeg maar bij deze PlayStation The Last of Us in die bundel erbij gekocht. Maar ik heb dit spel nog meer gespeeld al dan The Last of Us. Nou goed, dit is natuurlijk niet echt een spel dat je zegt van god, dit is... Hier kun je een serie van maken. Maar het is wel leuk om te streamen dit. Echt wel leuk om te streamen. We gaan nog even kijken of we het ook nog voor elkaar kunnen krijgen om te streamen vanaf dit ding met stem erbij. En als dat lukt, dan laat hem hier maar liggen, joh. Hups, oké, prima. Zo. En dan gaan we, als dat lukt, gaan we zeker vaker dat proberen te streamen. En dat poelen is natuurlijk wel leuk om te streamen als je gewoon met z'n tweetjes speelt. En dan gewoon gezellig een beetje bij z'n ouwe hoeren. Wat dat betreft is het dan net alsof je in de kroeg bent natuurlijk. Niet doen, Wit! Goed zo. Maar ja, goed. Het is echt een heel fijn spelletje. En ik moet zeggen, ik ben er al een beetje aan gewend. Een beetje. Maar toch af en toe, dan kijk ik zo om me heen. Dan kijk ik naar de grond. Dan kijk ik naar de tafelranden. En dan denk ik toch bij mezelf, nou, dit ziet er echt fantastisch uit. Ondanks dat het maar gewoon een simpel poolspelletje is. Hey, stop eens. Oh ja, oké. Riz is bijna dood, hé. Dat verbaast me echt. Want hij was echt goed toen hij level 4 was. Nu is hij level 9. Hier gaat hij hoor. Kijk. Dat bedoel ik. Oké, kunnen we nog een andere pakken die een beetje makkelijker te doen is? Bijvoorbeeld deze. Zo. Alright. Nou, dit leg ik ook wel een beetje voor. Maar als alle ballen op zijn, dan neem ik aan dat ik dan gewonnen heb. Als ik meer levens overhoud. Kijk nou dan, wat doet hij toch allemaal stom? Oké, ik heb al mijn prestaties verdiend. Nou, hartstikke leuk. Ja, het is wat dat betreft niet heel veel toeters en bellen en gewoon geen applaus, want je bent per slotverrekening in de kroeg. Is er nou nog tijd nodig om erachter te komen dat ik heb gewonnen, of hoe zit dat? Het lastige vind ik wel van dit spel, dat je bovenaan dus dat logo ziet. Kijk, ik heb gewonnen, hartstikke mooi. We gaan door. En de volgende op de... we kunnen dus... Checkpoint, weet ik ook niet wat dat is. Laten we eens kijken. Pot zoveel mogelijk ballen voordat de tijd op is. Ik heb 5 ballen nodig voor 3 sterren. Oké, prima. Goed, gaan we doen. Zet beneden die bal en gaan. 5 ballen voor 3. Ah, nee. Dat is jammer. Of telt deze ook? Dat denk ik niet, hè? Goed. Yes. Ah, wat gebeurt hier nou toch? 25 seconden nog. Nou, dat gaat niet heel goed. Hoeveel seconden heb ik nog? 24. Zo. En... Blijft hij tellen dan 6 op? Oh, oké. Ik moet er 5 hebben. Dat gaan we doen. Bam! 3 keer. 3 sterren. Go. Heb ik die gewonnen? Ja. Wat is gebeurd met het spel? Is dat je bovenin... We gaan door. Bovenin zie je de hele tijd namen in, komen van mensen die online komen. En nu ook dit weer. Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een verbinding met de server. Dat wil ik al helemaal niet weten. Maar op de een of andere manier kan ik het ook niet uitzetten of zo. Ik kan nog eens even kijken. Nu ik toch aan het vertellen ben voor de zekerheid. Dat ik geen dingen roep die niet kloppen. Maar als ik nou spelerskaart. Kijk, hier kan ik niks instellen. Speltype niet. Speelniveau. Keus. Ik heb de keu voor beginners vrijgespeeld. Kleurlaken. Opties. Kijk, dit kun je doen. De UI. Oh, wat hoeveel geluid die maakt. Dus, en prestaties, dat is het. Dus je kunt niet kiezen zeg maar, dat je bovenin dat pure pool niet wil zien, die balk. Of dat ik onderin die informatie niet wil zien. Dat, ik gewoon een, hè? Dat kan allemaal niet. Wat ik wel kan zien, is altijd wie er online komt. En dat zijn eerst vrienden van mij. Dus dat is wel een beetje raar. Amateur US Ball, want daar waren we mee bezig. Speedpot, dat houdt in. Speel de tafel zo snel mogelijk leeg. Als ik het in 1,5 minuut doe, dan hou ik daar 3 sterren aan over. Nou, ik ben benieuwd. Het zijn niet heel veel ballen die er liggen. Dat scheelt. We gaan het even proberen. Yes. We gaan het zo snel mogelijk doen. Ja, ik ben benieuwd of dat gaat lukken hoor. De tijd staat wel stil en dat is een voordeel. Kijk, nu ga ik weer lang nadenken. Zo trick je dit. Oké. 21 seconden. Ik ben bang dat we dat niet gaat lukken in 1,5 minuut. Ik ga mijn best doen. 30 seconden.
We zijn nog lang niet klaar. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Nou. Maar die hulplijnen. Het leert, het is op zich wel handig die hulplijnen. Want als je nou een keer echt in de kroeg bent en je hebt dit spel heel vaak gespeeld. Dan, wat doe ik nou? Ga ze niet doen? Oké. Oké, snel, snel, snel. Ik heb geen tijd te verliezen. Ja, zonde. Zonde. Dit gaat me niet lukken, ben ik bang. Oké. Nee, dat wil ik niet. Oh, shit. Nee, dat wordt er niet hoor. Jammer dan. Volgende keer beter. Hop, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eigen bal. Helaas pindakaas. Nou, goed. Dus dan krijg ik 2 sterren waarschijnlijk. Nou ja, het is niks aan te doen. Kijk eens, bam, slow-mo effect. Maar goed, dus wat er gebeurt is, bovenin dat pure pool, dat vind ik niet zo heel storend. Maar onderin dat vierkant, ja, dat zou ik best wel weg kunnen halen op zijn tijd. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar misschien wil ik niet zeuren voor een spelletje van een tientje. Denk ik ook wel weer bij mezelf. Nou, die speedpot wil ik nog wel een keer doen, maar we gaan eens even tegen een tegenstander. En in dit geval is dat Felix Song. Win het spel, levert mij in ieder geval 1 ster op. Maak een comeback en win terwijl je drie ballen achter ligt. Dat moet ik hem eerst laten winnen, wat heel makkelijk is, want ze zijn heel sterk. Pot 5 ballen achter elkaar in de hoekpockets. Nou, het worden geen 3 sterren waarschijnlijk, maar toch. Hij mag openen. En eens kijken wat hij doet. Hij gooit er niks in. Oké, dan ga ik voor heel. In de hoekpocket. Nee, 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 niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Oeh, dat ging net goed. Oké, prima. Gaan we even stoer doen. Nu, zo. Kijk eens. En mis ook nog. Nooit stoer gaan doen. Nou, als Felix nou even zorgt dat hij 3 ballen voor ligt en ik zal nog presteren om een comeback te maken. Weet je wat dat zo erg is? Dat nu spelen ze helemaal niet zo goed, hè? Maar echt, een pal kan dat beamen. Ik meen het serieus. Ik heb met eentje gespeeld, die laagste levels. En het was gewoon echt bizar hoe goed die gasten waren. Maar goed, ik geloof nu niemand meer. Oké, ik ga daar eventjes in doen. Ik moet de hele ballen erin doen, hè, voor de duidelijkheid. Normaal dat je dat wel wist, maar... Zo. Oké, ik heb een prestatie. Dat is mooi. En nu? Want nu wordt het moeilijk, hè? Want het liggen allemaal halve. Ik moet een hele potten. Maar die ligt een beetje op een hele gekke plek. Dus hoe doen we dat? Ik denk dat we gewoon even heel stoer iets proberen te doen. Wat waarschijnlijk dom is, maar toch. Nou, valt mee. Alleen nou is Felix, en het mooie voor hem is nu, dat die hele tafel zeg maar nu vol met halve ligt. Ja, dan kan hij natuurlijk lekker door blijven gaan. Als hij geen domme dingen doet. Wat mij ook verbaast, is dat de computer soms ontzettend lang nadenkt. Dan denk ik, waar ben je mee bezig? Zoals nu ook. Denk ik, je bent man, PlayStation 4, hè? Er zit nog een processor in, waarvan we nog niet eens weten wat die allemaal kan. En op de een of andere manier kan hij blijkbaar nog niet snel genoeg poelen. Wat gaat hij nou doen dan? Stoer effect? Kijk, dit bedoel ik. Dit bedoel ik. Het is serieus nog de vraag of ik aan de beurt kom. Ik kan mijn prestaties trouwens zien met R1. Maar ja, daar is nog helemaal niks ingevuld. Kijk, dit bedoel... Nou, gelukkig laat hij nou even zien wat hij kan. Want dat is echt bizar, hè? We moeten gewoon leidzaam toezien hoe we ingemaakt worden. Hé, wat doe je nu? Maar dit helpt mij niet zoveel. Moet je nou kijken hoe die bal erbij ligt. Super onhandig eigenlijk. Je kunt natuurlijk wel heel stoer hier wat mee proberen.
Maar ja, had ik eerlijk gezegd zelf niet zo'n vertrouwen in. Nou, Felix, maak het dan maar af. Snel en pijnloos, als het even kan. Dat is één. Groen en zwart nog. Nou, groen gaat hij ook wel redden. Zwart wordt misschien wat tricky. Hè? Raar. Vind ik raar, maar goed. Maar goed. Oké. Okay. Die moet daarin. Oh, ik weet niet of ik het nu goed doe. Dat is het ook wel. Gelukkig. Het lastige is alleen nu dat mijn rode bal daar heel ongelukkig ligt. Dus ik probeer even dit. Nou, was leuk geprobeerd. Maar het mocht niet baten. En nu ligt hij eigenlijk klaar voor Felix. Die kan hij erin tikken. Dan ligt die zwarte daar in die hoek. Kijk. Maar dan legt hij die witte misschien een beetje ongelukkig neer. Nou, hoewel. Ja hoor, dit wordt hem. Hoe doet hij het toch? Kijk, daar gaat hij hoor. In een vloeiende beweging langs de kant. En in slow-mo zien wij hoe we verliezen. Ja. Jammer. Maar nu moet ik wachten. Maar waarom, dat weet ik nooit zo goed. Want waarom kan ik nou niet meteen door? Kom. Ik wil een revanche. Opnieuw. Want we laten het niet zomaar op ons zitten. Hop. Er is een half en een hele ingegaan. Nee, ik heb half. Mooi. Er zijn zelfs twee ballen ingegaan. Dat is helemaal mooi. Ja, dit is lastig. Maar goed. Even wat proberen hoor. Heel dom. Heel dom. Goed, Felix. Kom. Hé. Hey. Nou zeg. Dit is wel een beetje gek. Oh ja, ik mag de bal nu vrij verplaatsen. Dat is ook wel leuk. En ik denk dat ik hem heel even zo hier neerleg. Ik leg hem er echt zo helemaal voor. Want ik ben namelijk gewoon heel slecht hierin. Dus zo. Bam. Breken we dat meteen even open. Dat is wel fijn. Nou. Even kijken hoor. Hoe kan ik nou? Ja, dit wil ik. Ik hoop dat ik nu bereik wat ik wil bereiken. Dit was dom. Nee, ik bereik totaal niet wat ik wil bereiken. Ik heb hier ook geen gevoel voor. Nou, Felix, kom op. Ik snap hier niks van. Ik snap hier niks van. Die arme Felix is totaal de kluts kwijt. Goed. Nou, die leggen we hier maar neer. En nu leg ik hem voor mezelf ernstig belabberd neer. Zeg maar als in, hoe kom ik hier ooit uit? Dus ik moet die ja goed, nou ik probeer maar wat hoor, weet ik veel. Zo, bam, en we zien wat er gebeurt. Nou, dat was allemaal niet heel best. Goed, Felix. Ik heb nog één halve dus. Kijk nou dan wat hij doet. Het is niet te geloven. Ja, en nu? Ah, oké. Okay. Oh nee, niet leuk. Ik moet die halve daar kwijt. Maar hoe gaan we dat doen? Zo? Ja, niet eigenlijk, maar goed. Het ligt open. Het ligt helemaal open. Waarom doet hij die nou? Oh. Dat kan ook. Felix, luister goed. Ik wil nu wel winnen, hé. Ik weet niet of je verbrand bent, maar... Waar gaat hij voor? Hij gaat voor blauw.
Felix, kom op. Kom op. Hé. Hey. Hé. Hey. Oh jee, de spanning stijgt. Nou, dan zou je zeggen, ja, handig, maar helaas pindakaas, ligt de blauwe nou even net voor de pocket waarin ik hem wil hebben. Dus nu moet ik... Ik hoop dat ik hem goed mik, ik zie het niet zo goed. Ah, volgens mij wel. Ik heb deze animatie volgens mij nog nooit gezien zonder dat hij er doorheen ging. Kijk. Haha, ik heb ook een trofee gewonnen, blijkbaar. Nou, laat zien wat ik allemaal gehaald heb. Binnen het spel. Nou, het is in ieder geval 1 ster. Normaal gesproken zou ik zeggen, ja, maar dan, ik wil gewoon die 3 sterren. Maar kom op. We hebben nog niet naar Perfect Potter gekeken. Dat gaan we even doen. Perfect Potter. Pot zoveel mogelijk ballen zonder te missen. Oké. Okay. En dat zijn van die rode snoekenballen. Dus dat betekent dat ik nu gewoon niet mag missen. Helemaal niet, eigenlijk volgens mij. Dus ga ik iets doms doen, denk ik, maar toch. Ja, helaas. Dit moeten we gewoon vergeten. Dit potje moet over. Dit is gewoon zonde. Hup, opnieuw. Kijk, het doel is 5. Nee, wacht. Een beetje opzij. Klein beetje effect eraan. En er zit er geen 1 in. Of wel? Nee? Niet. Oké. Okay. Ja, dat is jammer. Nu wel. En... Dat zijn heel veel ballen, hè? Oké, okay, ik ga nu even weer een beetje stoer doen. Hoeveel moet ik eigenlijk hebben voor... Voor 3 sterren. Ik weet niet eens hoeveel ik moet hebben voor 3 sterren. Geen idee. Heb ik ze nu al gehaald? Oh, ik heb ze nu al gehaald. Of niet? Nee, toch niet. Ik heb wel een prestatie verdiend. Dat vind ik ook leuk. Ja, het voelt wel lekker als je dan een beetje bezig bent. Het is gewoon echt een super lekker fijn spelletje, vind ik. Zo. Dit moeten we niet hebben. Doel is nu 9. Ik heb er al 7 achter elkaar. Oké. En. Nou, 9. Bam. Kijk eens aan. Dit is het. Ja, als Paul er was geweest, had ik je even kunnen laten zien hoe het met Paul... Maar ik kan Paul zijn stem dan niet opnemen. Dat is wel een beetje jammer. Dus, maar dat ga ik nog proberen te realiseren, hoor. Maar wat dat betreft heb ik je nu laten zien. Checkpoint. Heb ik Checkpoint laten zien? Dacht het wel. Killer, Speedpot, US Able. Heb ik Checkpoint laten zien? Ja, heb ik laten zien. Killer, Speedpot, US Able, Perfect Potter. En dan zou ik nu weer US Able moeten doen. Maar ik zit al 25 minuten. En, nou, even dan. Eventjes dan. Normaal gesproken pak ik een half uur. Dit is met 5 minuutjes van afgelopen. Oké, okay, dat betekent dus nu dat ik... Wat is Perfect Potter wil ik niet? Nee, ik wil deze. Tegen Tyler Holt. En dat is een pro. Nou, dat wordt pittig. Oké, okay, goed. Ik wil er een bal in. Kom op. Ik heb half. Ik heb het gevoel dat ik tegen Tyler geen enkele bal moet missen. Want dan is het voor mij voorbij. Dus ik ga mijn best doen. Even kijken. Ja, die kan er wel in. Nou, dit spelen we zo even uit, hè. Binnen een minuutje. Op, tafel leeg. Prachtig. Ik kan dan zo opstaan voor bij de tafel. Kijk, als ik nu wil kijken hoe de tafel eruit ziet. Dan sta ik gewoon even op. Loop ik even een rondje om de tafel. Zo, ik loop heel snel, zie je dat? Heel snel. Ja, dit is een lastig verhaal. Hoewel ik hem waarschijnlijk misschien wel kan. Ja, die kan wel erin.
En nu? Ja, nu is de grote vraag. Kan ik die zo daar langs tikken? Ik ben in ieder geval wel die halve kwijt. Maar ja, nu gaat de pro. En die zal even laten zien hoe het echt moet. Ja, even doorrollen. Soms zou je bijna willen blazen. Even die pocket in. Kijk, wat boeit mij nou dat Desi D Pro online is? Ik weet niet wie dat is. Een Jedi Boy. Hou eens op ermee. Raar spel. Nou, Tyler Holt. Kom op, niet zo lang nadenken. Even doen. Dat bedoel ik. Nou. Kijk. Dit is nou wat er gebeurt als je het opneemt tegen de computer. Het is amateurniveau. Moet je eigenlijk, er zitten nog twee niveaus boven, hè? Amateur, dan heb je beginner, dan heb je pro. Ik speel op amateur. Ik ben bang dat ik het echt niet tegen een computer kan spelen. Ik ben aan de beurt. Op pro. Goed. Dan gaan wij voor geel in de hoek. Kan dat? Dat kan. Dat kan. En dan moeten we voor zwart. Oké. Gaat dat lukken? Gaat dat lukken? Dit is nu of nooit. Diep ademhalen. Dames en heren, we hebben een winnaar. En die winnaar, dat ben ik. Dus, dit is Pure Pool. Hoe zit het met mijn sterren? Hé, hey, ik heb het spel toch gewonnen? Nou zeg, wat raar. Oh, het is best of three. Het is niet leuk. Ja, nou ja, dan zou je zeggen, dan moet je dat toch even afmaken, hè? Potverdorie, ik dacht dat het wel mooi was om te stoppen zo met deze heerlijke overwinning, maar nee hoor. Tyler gaat nu voor de hele ballen. Ik laat even zien hoe het moet. Kom op, Tyler. Hier, kijk eens. Kijk nou. Kijk hem nou spelen. Het is niet te geloven. Kom ik nog aan de beurt? Dat is de grote vraag. Kijk, als ik het volgende potje win, heb ik gewoon gewonnen. Wat gebeurt daar nou? Zit er nou twee in? Oh nee. Dat dacht ik even. Hier, dan maakt hij een fout. Dan mag ik. En ik moet half en er ligt nog van alles. Oké, nou, is die maar. Goed. Maar omdat hij dus de hele tijd namen wil laten zien van mensen die er online komen, lukt dat natuurlijk niet altijd. En gaat hij roepen dat er iets met de server, dat er een fout met de server is. Zo vervelend. Ja, dit is een lastig verhaal. Dus even om de tafel lopen. Wat is het te doen? Nee, daar komen we nooit langs. Dus dit is gewoon al met al heel vervelend. Wat ik kan doen is dit. Ik weet niet of het wat doet. Nee, het doet niks. Nou, kans verkeken. Ik had gewoon net moeten afsluiten nadat ik het net gewonnen had. Deze vernedering had ik mezelf kunnen besparen. Maar goed. Nee. Dat doet het spel, hè. Dat is ook zo'n nadeel. Het is zo makkelijk. Met één druk op de knop ga je weer door. Dus dan is het even één potje. Nog even één potje. Nog even één potje. Nou, voor je het weet. Hè? Ben je de hele tijd bezig. Hij moet nu al voor zwart. Belachelijk. Maar ja, die ligt dan natuurlijk super onhandig. Als ik nu mis, wat ga je toch wel gaat gebeuren met al die ballen op tafel?
Ja, dit is jammer zeg. Dit is jammer. Jammer de bammer. Hoe krijg ik nou die ballen daar weg dan bijvoorbeeld? Oh, is niet nodig. Hij is al. Kom op, maak er een eind aan. Ja. Wit erachteraan. Tuurlijk niet. Ik vind het een rotzak, Tyler. Ik moet hem niet. Speelt er iemand van je eigen niveau, man? Oh, waren dat twee ronden? Ja. Twee hele. Zo. Als het aan mij ligt, Tyler. Als het me even lukt, kom jij niet meer aan de beurt. Of misschien dan toch nog wel. Ja, eigenlijk toch wel. Hè? Is lastig. Oh, ik wou dat ik kon zeggen dat het serieus was. Maar nee dus. Dit was 100% per ongeluk. Heb ik nog meer hele? Hij is al een paarse. Ik hoop dat dit een goede hoek is. Dat is het niet. Dus ik geef Tyler nu de kans om de hele tafel in één klap leeg te spelen. Zonde. Ik had toch die gele moeten doen. Soms weet je te snel. Hé, bedankt man. Het is dat hij er zo lastig voor ligt, maar... Oh, dat is niet eens een probleem. Blijkbaar. Dus we kunnen gewoon zeggen hier neerzetten. Zo. Klein tikje zo terug. En dan... Het moment suprême. En lieve mensen, nogmaals, ik heb deze animatie nog nooit gezien zonder dat hij erin ging. Dat hij er niet in ging. Precies. Hehe. Heerlijk. Goed. Het spel gewonnen. Ik heb één prestatie verdiend. Nou ja, het is in ieder geval wat. Dus, Pure Pool. Ik vind het echt leuk. Ik vind het echt een dik vet aanrader. Ik weet niet op welke systeem het allemaal beschikbaar is. Maar in ieder geval wat je nu kunt zien op de PS4. En ja, vooral leuk met vrienden denk ik tegen die computer. Weet je, ik speel het wel om een beetje te levelen. Maar het leukste is gewoon, ik heb het meeste plezier nog gehad gewoon tegen Paul. Een beetje spelen. Dat was echt gek. En ja, dik aanraden. Hey, als je het leuk vond deze video, laat even weten. Duimpje omhoog is namelijk ontzettend welkom. Deel hem met iedereen waarvan je zegt, die gaat dit heel erg gaaf vinden. Alle informatie nogmaals over de game staat in de omschrijving. En dan zie ik je dolgraag een volgende keer weer terug. Bye bye!